We praten zo door over een andere zaak die vandaag begon... tegen de moeder van de 8-jarige Sharleyne. De vraag is wie er verantwoordelijk is voor de dood van het meisje... dat een val maakte van 10 hoog. In het Drentse Hoogeveen is een meisje van 8 doodgevonden op de grond bij een flat. Het OM bestempelt de dood van Sharleyne al snel als een noodlottig ongeval. Iets dat de vader vanaf dag 1 bestrijdt. Ze zeggen dat je onschuldig bent... terwijl jij eigenlijk direct over de reling naar beneden kijkt. Dat spoort niet. Als je dochter kwijt bent, denk dat je iets gaat zoeken... dan kijk je niet eerst over de reling. En als je dan vervolgens ook eens op de vlucht slaat... ja, dan wordt er een hele hoop duidelijk van wat er zich mogelijk had afgespeeld. Vader Victor dwingt nieuw onderzoek af met grote gevolgen voor moeder Helene. Er is na de onderzoeken gebeurd in deze zaak... en die hebben nieuwe aanwijzingen opgeleverd. Nieuwe verdenkingen, extra verdenkingen richting de verdachte die we al eerder hadden. En dat heeft betekend dat we haar opnieuw hebben aangehouden... en zij momenteel vastzit. 2,5 jaar na Sharleynes val begint vandaag de rechtszaak. Verdachte wordt verweten dat zij op 8 juni 2015 in Hoogeveen... Sharleyne Rebouchard opzettelijk en al dan niet met voorbedachte raden van het leven heeft beroofd. Zij wordt verdacht van het ombrengen van haar dochter door haar eerst te verwurgen. Of in ieder geval dat handen om de keel te houden en vervolgens naar beneden te gooien van de flat. Waardoor Sharleyne is overleden. Verder hebben we ook gezien en gehoord in het dossier dat zij in de tussentijd nog sigaretten is wezen halen, bier is wezen halen. En op het moment dat zij beneden komt zich eigenlijk niet om haar dochter bekommert, zo lijkt het. Maar in een auto wil stappen en wegrijden. En het OM trekt zelf het boetekleed aan. Zonder de vasthoudendheid van de heer Remouchamps en zijn vriendin Joyce... was de strafzaak zoals die vandaag begint er niet geweest. Dat eerste onderzoek was gewoon echt een slecht onderzoek. En nou ja, gelukkig is het tij gekeerd, hè. Zijn ze ten halve gekeerd. Dus laten we hopen dat het nu ook tot, tot duidelijkheid gaat leiden. En zo snel mogelijk. Ja, er zijn nogal wat steken die zijn gevallen, zeg maar, in deze zaak zeker, bij het OM. En hoe kan dat dan? Nou, zeker als je dan nu nog weer hoort hoe die moeder bijvoorbeeld... nadat Sharleyne beneden was aangetroffen, heeft gehandeld. Dat ze zich niet om haar kind heeft bekommerd. Dat ze daar met flesjes bier rondliep. Het is mij een raadsel hoe zo snel kon worden besloten... dat zij niet bij de dood van haar dochtertje betrokken werd. En niet alleen bij mij, maar ook de advocaat en heel veel mensen... die nu inmiddels natuurlijk bij die zaak betrokken zijn. Er is gewoon, laat ik het helder zeggen, geblunderd in eerste instantie. En het is aan die vader te danken en zijn advocaat... dat deze zaak uiteindelijk aan het Hof is voorgelegd. En dat het Hof heeft gezegd, er moet alsnog vervolging plaatsvinden. Vervolgens is er wel een heel omvangrijk onderzoek gestart... waarbij alle beschikbare middelen uit de kast zijn getrokken. Er is gericht afgeluisterd, dat mag niet zomaar. Er is in de woning van de verdachte is er afgeluisterd. Ja. De auto van haar, er is een pijlzender onder gezet. Er zijn allerlei bijzondere opsporingsmiddelen toegepast... om toch te kijken of ze die zaak alsnog konden oplossen. En tijdens dat onderzoek zijn wel weer heel veel nieuwe belastende feiten boven water gekomen... op basis waarvan het OM nu zegt van ja, we verdenken haar toch van deze ernstige strafbare feiten. Ja, je zegt opsporingsmethoden die normaal niet zijn toegestaan. Daar is wel toestemming voor gevraagd. Ja, nee, tenminste, ik ken niet het hele dossier tot ver achter de komma. Maar in de regel is het zo, als dat soort opsporingsmethoden moeten worden toegepast... dus dat er ergens in huis verborgen afluisterapparatuur wordt geplaatst... dat mag alleen met toestemming van de rechtercommissaris, dus ik ga ervan uit dat dat ook gebeurd is. Wat zegt de verdachte of de advocaat van de moeder? Die is nogal boos, met name op de media, op ons. Wij hebben het eigenlijk allemaal gedaan, want wij hebben moeder in een kwaad daglicht gesteld. Hij ging nogal tekeer ook tegen de verslaggever van onze redactie die daarbij aanwezig was. En ik denk, en ik weet dat we vanaf het begin hebben geprobeerd... om hoor en wederhoor toe te passen en ook zijn kant van het verhaal te laten vertellen. Nou, daar heeft hij toen geen gebruik van gemaakt. Ik denk dat misschien om andere reden hij teleurgesteld is. En, ik ben erg benieuwd naar wat uiteindelijk zijn verdediging in de rechtszaal zal zijn. Op het moment dat de zaak inhoudelijk wordt behandeld. En dan, dan kunnen we beter, denk ik, beoordelen wat haar nu precies te verwijten valt. En zij blijft vastzitten ook, hè? Zij blijft vastzitten. Ze wordt ook psychologisch onderzocht. En dan is het uiteindelijk aan de rechter om een oordeel uit te spreken. Ja, een gruwelijke en intens verdrietige zaak. Ja. Dat is om zo'n jong kind gaat ook. Dankjewel, John.